1600. Die zijn al redelijk verwacht, denk ik. Ja, het ziet er al zo uit. Jannik Bruinig, dat 209 van DNP Bigmans. De 272 van Michael de Metz. Aan de leiding Jannik Bruinig is op plaats 2. Hebben we dan Davy Beekmans. Ter plaats voor Steve de Meijer. Kevin Lampe. Dan op 4 Kevin Lampe, op 5 Peter Beekmans. Gaan we naar de laatste ronde, positie nummer 2, Peter Beekmans, 3 voor Steve de Meijer, 4 intussen de eindkraag, Peter Beekmans en 5 Kevin Lampe, 6 Nico Kerkhoven. Dan vragen we de flotterklasse plus 1600 van Serie A, Serie B naar de voorstand. Dan is dat van de beide zijden. Jannik Bruinig, de 2-uur-klassing. Michael de Metz. Helemaal 92 van Steve de Meijer naar plaats 2 gegaan. Jannik Bruinig is dan 3. 4 voor Björn Lenders. Dan de tweede plek, dan de 292, dan de 4 de Meijer, dan plaats 3, dan plaats 4, 4 voor Rutsel Kerkhoven, 288.
achter Bas Heijl op 6, Kevin Tappen. En dan helemaal achteraan 22, van Bjorn Lenders. We krijgen al twee ronden van het einde en we wisten al een kopje aan Ingrani die aan de redding gekomen is. Verweven is. Zoals ik nog steeds zie, de Meijer en vier voor Juri Kamaerts.